Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en inrichting van het beleid rondom wonen en zorg. Vanwege bezuinigingen en nieuwe taken en verantwoordelijkheden vanaf 2015 moeten gemeenten samen met partners op zoek naar slimme oplossingen. Van wie krijgen Noord-Hollandse ouderen ondersteuning en verzorging? En wat is de rol van hun netwerk? En welke rol spelen professionals? Mevrouw Reuze is 90 jaar en woont nog volledig zelfstandig. Zij is alleenstaand. Meneer Hilgers is 70 jaar. Hij woont samen met zijn vrouw in zijn aangepaste woning. Hij heeft dagelijks intensieve zorg nodig vanwege zijn fysieke gezondheid. Meneer Sven is 91 jaar en woont in een aanleunwoning van Centrum Ouderenzorg De Perelaar. Hij leeft daar zoveel mogelijk zelfstandig met behulp van zijn persoonlijk netwerk. Ik heb een huis verkocht, hoef niet op de centjes te kijken. Ik kan gewoon een taxi inschakelen als ik even naar de stad wil. Of naar de kapper. Kan ook nog. Het moment dat ik dat ik wakker werd en het van het ongeluk hoorde. Ja, op dat moment moet je dat even zelf verwerken natuurlijk. Maar ik heb vanaf dat moment meteen gezegd van, ik ga ervoor om dus nog dingen te kunnen doen. Ja, dus voor de vereniging of voor hier in huis of dat soort dingen. Het is alsof ik nog 70 of 60 ben. En als ik, wat wel heel verstandig is, dat je natuurlijk wel altijd bezig moet zijn. Niet gaan zitten. Maar ja, dat kan niet iedereen. Na mijn man overleden was, heb ik een jaar moeilijk gehad. Want dan heb je geen klankbord, je gaat niet samen uit. Maar ja, ik ben niet het type wat het echt opzoekt, dat ik steeds maar naar mensen toe wil. Maar wel heb ik het geluk dat mijn buurman hier verderop, die gaat naar het concertgebouw. En dan ga ik dus 6 keer per jaar, want hij moet een maatje hebben. En dan sta ik er wel voor open, dan ga ik wel mee. Omdat mijn dochter hier vlak naast woont. En dat helpt heel veel mee met allerlei dingen. Als er wat is en moeders is dan weg, dan kan ik altijd meteen hulp aan mijn dochter vragen. En ik heb heel veel met de tennisbaan ook, ik doe dat dus heel veel. En ja, dat is voor mij dan dichtbij. En als ik dan ergens halverwege het dorp kom te wonen, nou, dan kom ik daar niet. Bewoners van de overkant huizen ken ik allemaal, hebben een telefoonnummer uitgewisseld. Als er wat aan de hand is, dan breng ik ze een bloemetje enzovoort. Maar bij mij hebben ze ook belangstelling om te kijken hoe het gaat. Ze kijken natuurlijk altijd naar binnen hier. Maar ik kan nergens meer zelf naartoe. Ik heb geen fiets meer, geen auto meer. Allemaal geweest. Het is heel jammer, want met zo'n auto, met de fiets, kon ik de stad in. Elke zaterdag ging ik de stad in. En dan ging ik een rondje langs de markt. En allerlei mensen kwamen je weer tegen uit het hele leven. Maar dat is dus helemaal over nu ik niet meer fietsen kan. Evenwicht heb ik niet meer voor fietsen en autorijden. Ja, dat is wel, was wel wennen hoor, maar goed. Kinderen doen zoveel mogelijk om het goed te maken. 2 dagen komt ze op woensdag gezellig koffie drinken en een boterhammetje eten. En vrijdags dan gaat ze naar de visboer en dan brengt ze altijd een lekker visje mee. En dat is heel gezellig. En dan praten we alles gewoon bij. Als er iets te doen is, doet ze dat voor me. Dus dat is voor mij dus wel heel belangrijk. Echt als gezelligheid van je dochter, wat nodig is toch als je alleen bent. Want ook als ze een week weg is of zo. Het is wel een gemis dan, niet erg, want ik ga wel wat anders doen. Maar toch, als we elkaar dan een poos niet, we zijn zo aan elkaar gewend, dat als je elkaar een poos niet ziet, dan ga je toch wel erg een beetje missen. Van de Perelaar komt er wel elke dag iemand om de pilletjes van de trombosedienst te geven. Ja, verder wordt 2 keer in de week word ik gedoucht door iemand van de Perelaar. En dan de warme maaltijden is ook helemaal van de Perelaar. De zorg die geboden wordt door de Perelaar, die is niet overdreven, maar het is precies wat nodig. Het wordt helemaal aangepast aan jouw behoeften. Dat is heel fijn. Zeg maar, zoals morgens 8 uur, dan tilt ze me dus in de tillift. Dan ga ik de stoel in, eerst naar het toilet.
Als dat dan klaar is, dan douchen ze me meteen. En daarna word ik op bed weer getild en dan word ik aangekleed. En dan gaat de zuster weg en dan de rest van de dag. Vanaf 9:30 tot 's avonds, ja, 10:30, 11:00, zit ik in de stoel. En sinds ik hier ben, komt er ook nou elke, zeg maar, 3-4 keer in de week iemand van de tennisbaan. Of ik ga naar iemand toe. Nou ja, ik heb daar alle dagen nog steeds heel veel contact met vrienden en kennissen. En daarom wil ik ook eigenlijk blijven wonen. Want als je dus ergens anders woont, ja, dan wordt het waarschijnlijk, in mijn ogen, wordt het dan minder. Het is ook heel erg voor mensen als ze uit hun eigen omgeving weggehaald worden. Want dat heb ik ook heel vaak gemerkt. Dan komen ze bij hun kinderen wonen, dus om dichterbij te zijn. En die mensen verkommeren. Kinderen werken allemaal, hebben ook niet altijd tijd voor je. Dus ik ben natuurlijk wel erg bevoorrecht dat zij dus wel bij mij kan komen. Als je alleen bent en je kan dat niet aan, denk ik dat je altijd eenzaam zou blijven. Ja, dat geloof ik hoor.